Hij is er. We zijn vandaag aanwezig bij de Glory Light Heavyweight Grand Prix persconferentie. En natuurlijk, Momin is daarbij. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Kider. Alhamdulillah, broeder. Goed om jou te zien. Ik zei het je net ook al, je oogt ontspannen. Is dat ook echt zo? Ja, ontspannen, maar wel scherp. Stilte voor de storm? Zeker weten. Dat is nu de vijfde keer dat ik dit nu doe. Dus op het begin was het gewoon de routine. Ik mocht gewoon mijn werk doen. Dat komt goed. Heb je tegenstander al stare-down met hem kunnen doen? Nee, ik keek hem niet in zijn ogen. Nee. Ik ging naar het plafond kijken. Heb jij een chip on your shoulder? Heb jij het gevoel dat je morgen iets moet bewijzen? Al is het druk die jij jezelf oplegt. Nee, ik hoef niks te bewijzen aan niemand. Het enige wat ik hoef te doen is te bevestigen. We weten al wat ik kan, we weten al wat ik heb. Dus ik hoef het alleen maar te bevestigen morgen. Hoe voelt het om hier rond te lopen met de oude geslepen veteraan Gellit aan jouw zijde? Dat is leuk, man. Dat is leuk. Ik zie Gellit als een familielid. Ammo Gellit noem ik hem ook. Het is weer leuk om hem naar alles mee te nemen. Het duurt wel allemaal lang misschien. Hij viel ook in slaap nu. Maar ik vind het leuk, man. Dat is ook gewoon heel puur. Dat is heel puur, man. Ja, ik moet ervan lachen. Hey, je zag ze net alle acht op een rij staan. We hadden misschien de verwachting dat er iemand zou wegvallen. Hoe vond je de persconferentie overkomen op jou? Ja, het is altijd gewoon dezelfde persconferentie. Dezelfde vragen, dezelfde antwoorden. Ik zie echt een bepaalde hype. Ik denk dat we iets meer naar de Amerikanen moeten gaan kijken, denk ik. Ik denk, als we gewoon even elk weekend even een persconferentie kijken voor UFC, dan gaat het heel wat beter, denk ik. Ja. Hey, jij hebt natuurlijk befaamde goede mensen om je heen. We noemden net Gellit, Dave Davis van Kickboxing Fearless. Waar ligt voor jou morgen de key to succes in het gevecht? Geloof in gewoon mijn taakuitvoering doen. Dat is het. Gewoon mijn taakuitvoering. Hetgeen wat ik heb getraind, gewoon uitvoeren. En that's it. Mijn ervaring gebruiken. Voor de rest, that's it. We kunnen zeggen, ja, het moet weer goed, lekker weer zijn. Het zou wel mooi zijn. Maar ik moet gewoon mijn taakuitvoering doen morgen. Dan komt het goed, inshallah. Gefocust zijn, gameplan, executeren en gaan. Dat zijn ze, man. En hopen dat de een zijn dood is, de ander zijn brood. We gunnen natuurlijk niemand een blessure. Ik denk jij ook niet, maar het zou zomaar kunnen zijn dat jij instroomt. Hoe focussen je daarop? Niet. Ik ben daar niet mee bezig. Ik open de kaart morgen. Ik ben gewoon bezig met Jam. Gewoon ook respectvol zijn naar hem. Kan hem niet voorbij kijken. Dat is waarschijnlijk zijn grootste partij op dit moment. Dus ik verwacht ook een hele getrainde Jam die klaar staat. Dat is het. Ja. Heb je wel iets van je tegenstander opgezocht? Iets gezien? Je weet wel wat de gameplan gaat worden samen met Gellit? Ja, zeker weten. We werken nu wel met gameplan voor het eerst. En je gaat niks verklappen? Ja, nee, natuurlijk niet. Was te proberen. Ja, komt goed. Spektakel, dat kan ik beloven. Heel veel succes morgen. De zaal gaat ontploffen als jij opkomt. Spectaculaire intro, walkout song? Ik heb wel een nieuwe walkout song. Er zijn vier geweigerd door Glory, dus ik heb nu een nieuwe. En breng een beetje old vibes. Komt van mijn mentor Saki, dus kleine hint. Ik ben benieuwd. Ik zie je morgen, chef. Succes, inshallah. Thanks, bro. Shukran.